Yo mensen, Bas hier, terwijl Bassie stand. En vandaag ben ik weer hier met VV Johnny. We zijn er weer. We zijn er weer. Hij is even teruggekomen. Hij heeft toevallig hetzelfde truitje aan als de vorige video. Maar dat maakt allemaal niet uit. Vandaag gaan wij een base icon doen op mijn account. En heel misschien ook een die van Johnny. Even kijken. Dan moeten we even kijken. Even kijken. De base icon is niet meer zo duur. 350k ongeveer. En ik heb best wat spelers in mijn club. Dus vandaar dat we hem gaan doen. En ik weet dat jullie dat leuk vinden. En daarom doe ik het. Want eigenlijk is de kans heel klein dat hij in mijn team gaat belanden. En dat hij net zoals Kluivert gewoon op de reservebank komt. En verder nooit meer naar om gaat kijken. Dus als je dat nou hard vindt dat ik dat voor jullie doe. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. We gaan richting 150.000. Dat is zeker mooi om dat te gaan halen. En vergeet Johnny niet te volgen op Instagram. @VVJohnny. En dan gaan wij even de base icon in elkaar zetten. We hebben nog een zeldzaam goudpakket. En we hebben nog een 83 plus speler. Die gaan we nu eerst even openen. Sheldon Spiller met. Hartstikke idee. Zo, daar zijn we dan. Daar zijn we dan met een Sheldon Spiller met. Sheldon Spiller met 83 plus. Dat is heel doe spannend. Eerst maar een zeldzaam goudpakket. Er zijn 12 items. Kan van alles zijn. Is niet heel denderend. Maar het is wel een minimum borden. Borden. Spanja, check je later. Gavi Martinez. Is leuk, is leuk. En dan even de 83 plus. En dan gaan we even de squad belden. Squad bam. Beelden, bam, boom, beam, doen. 83 plus. Het is borden. Zo. Wow, info. Walkout. Doe normaal. Hoe dan? Ja, company. Nou, best goed. Het is goed, het is goed. Die kunnen we gebruiken. Zo'n packie. Zo'n tradable, die kunnen we voor die SBC gebruiken. Maar ik heb ook al Jantje Vertonghen, hè? 88 een tradable. Misschien heb je wel 2 nodig. Nee, ja, dan moeten we even kijken. Oké, dit is niet slecht. Dit is goed. Dan gaan we even snel wat in elkaar zetten. Tot zo. Yeah! Oké, jongens, we hebben de laatste 3 al vast ingevuld. Alleen omdat Johnny er helemaal gek van werd en dat hij niet meer wist welke die moest inleveren. Gaan we eerst die laatste 3 even inleveren en daarna doen we de 84. Dit is het wat we hebben gedaan. We hebben Vertonghen een tradable. Dat is altijd handig, want we moesten een inform hebben en we hebben de rating omhoog. Verder heb ik nog... Veel untradables. Fernandinho hebben we dus vorige video gepakt. Die zijn wel tradable, maar... Ja, maar ja, je moet ze toch erin leveren, dus... Waarschijnlijk kan het allemaal net iets goedkoper allemaal, dat weten we allemaal vast wel, maar ik heb het allemaal niet zo belang bij. We gaan deze inleveren. Tjoep, tjoep, tjoep. 2 zeldzame gouden spelers. Ja. En dan gaan we die even skippen, die belonen claimen, en dan gaan we eerst de 85 doen en dan openen ze dadelijk allemaal. 85 hebben we dus de... die we net in het begin van de video hebben gepakt. Company, Alexandro heb ik untradable. Dus zou je denken van waarom leef je die in hemelsnaam in? We hebben nu 2 spelers verkeerd ingeschat, zie ik hier. Nou, daar zijn we dan. We hebben hem gehaald, we leveren deze in. We hebben dus, ik heb Benzema had ik al in mijn club. Die heb ik gepakt. Was die untradable, Benzema? Volgens mij niet, hoor. Jawel, die is untradable. Oh ja. En Müller gekocht, even. Ja. Deze net gepakt voor die 83 plus. Ja, dus we leveren deze ook in. Die is ook klaar. Utsi, Alexandro is ook een tradable trouwens, die gebruik ik toch ja, niet. Ja, dat zei ik net al, man. Oh. Want ik heb TS een tradable. Vertel eens. Huppa! En dan gaan we de andere 85 inleveren. En dan hopen we dat wij die nog ook wat spelers kunnen pakken die we in die 84 Kijk, kunnen inleveren. Kijk, helemaal goed gegaan. Deze hebben we vrijwel helemaal gekocht. Die heb ik net helemaal gesniped. Ja, ja, moet ik wel zeggen, Johnny heeft denk ik 10k bespaard aan het snipen. Waarschijnlijk is het niet de goedkoopste manier. Qua ratings en zo, maar daar hebben we niet echt op gelet. Maar we hebben in ieder geval flink gesnuipt. Maar dus 82 erbij. Ja, dus daar hebben we wel op bespaard. In ieder geval Zapata had ik al, Zico had ik al, Kedira had ik al, Pavlenka had ik al. En de rest hebben we gekocht, geloof ik. Maar... Dus dat is helemaal prima. Die gaan we ook inleveren. Dan gaan we even nog deze 3-2 spelerpakketjes openen. En dan even die 84 bouwen. Ja, en dan is het zover. Kijk of we hier nog wat uit kunnen halen. Oh. Allemaal dezelfde packs, ja. Ja, klopt. Oep. Nou, even kijken. Even kijken, grap. Zijn die tradable? Ja. Ja. Nee, volgens mij niet, nee. Tuurlijk het is, wel. Het is een borden speler, minimaal. Borden. Nou, wel een goede rating. Voor de 84. Voor de 84. Ja, Draxler. Ja, Draxler. 84? Nee, het is 83 nu. Ja. On to the next. Wat borden. Zit erin? Borden. Nee. Nee, doei. Weg. Dan gaan we de laatste. Hop. Bim bam boom. Nee. Nou. Schade. Oké, tot zometeen. En 1, 2. Hoep. Nou jongens, we hebben onze 84 squad ook compleet. Johnny heeft hem even voltooid. Zou ik zeggen, leven maar in. Inleven. Hup. En hebben we nog wat 83 plus en 82 pakketjes. Die gaan we ook even openen. Oké jongens. Oké. Daar zijn we dan. We hebben nog een 2 spelerspakket. Waarvan 1 zeldzaam dus is.
Die gaan we eerst even openen. We zien hem al staan, een standaard icon spelen. We hebben ook nog 583 plus spelers. Weet je wat we gaan doen? Nou? We gaan hem in de club storen. Nee, dat vind ik zo raar. Nee. Wat? Dat zeg je niet. Dat is leuk. Iedereen wil het zien. Oké, nou doen we dat. Dat is leuk. Spannend. Maar ik schok dan elke keer, want ik heb dan... Ik heb... Je moet even kijken wat je al hebt. Ja, Leeman. Kluivert. Netvet. Matheus. Ja, Fiera. Blanc. Baby icons. Nee. Ja, staat er baby icons? Ja. Kijk, we gaan eerst de 83 plus spelers even doen. Kijken of we daar nog een mooie Smikkel walkout uit kunnen pakken. Kijk eens, het is een bordenspeler. Echt? Wow, yo. Het is een walkout. Top. Een Fransman. Oh, Griezmann. Nee, altijd Benzema. Ja, die hier ook al. Dat had ik uit de vorige keer ook. Daarom was hij een trader. Je hebt hem ingeleverd net. Dus. We hebben hem weer terug. Dit is al de 5e keer dat ik Benzema heb gepakt. Gewoon een goede rating. Ja, maar altijd denk je Griezmann. Griezmann. Maar we mogen niet klagen. Maar we doen het toch. Oh, elke keer wil ik doordrukken en dan pak ik die. Doe jij maar even. Sheldon Spiller, man. Sheldon Spiller met 83 plus. Borre. Zeldzame speler met 83 plus. Oh. Roofie. Glitch. Johnny Glitch. Oh. Zijn borden. Oh. Ja, dat kan af van alles zijn. Ja, peasy. Ja. Easy peasy. Goodnight. Boom. Bim bam boom. Johnny neemt nog een slok koffie. Want hij kan dit niet aanzien wat hier gebeurt. Hij wordt gek. Want het is geen walkout. Spans. Oi. Nou. Luis Alberto. Nee. Fekir. Canales. Fekir. Dat is een Frenchman. Oké, dan de laatste 83 plus spelen. Wat zit erin? Gaat het lampje branden? Nee. Oh, Henderson. Maar we stormen dan in de club. Maar waar zoeken we dan op? Icons? Ja, en dan landen. Icon en dan elke land zoeken. Zo. Eerst zoek je bij bijvoorbeeld Duitsland. Of eerst die slechte landen. Welke heb je allemaal, die trollanden? Wat trollanden? Noorwegen, nee. We gaan even kijken. Mexico. Mexico en Roemenië en Noorwegen, lidmaat. Ja, die kans is heel groot. Noorwegen. Wat sowieso Engels. Finland. Wat ik ervan, joh. Wat weet jij? Oké, dus we gaan hem openen. Wij gaan niet kijken. Loopt alles. Ik hoop dat de audio niet een robot is, want dat is al eerder gebeurd. Trouwens, de vorige keer dat ik aan het livestreamen was, heb ik ook een base icon gedaan, hè? Ja. Die ging niet zo goed, moet ik je vertellen. Okay. Kijk maar even mee. Oké, laat even in de chat weten wie wij gaan packen. Daar gaan we. Kom op. Duits, niet CV. Doelman, Leeman. Ja. It's fucked up. Ik zeg je heel eerlijk. Dit is heel fucked up. Nou, hij heeft bij Schalke wel 2 doelpunten gemaakt, zie ik. Dus dat is nog wel weer top. Kijk, dat was dus een speler die je wil vermijden. Want dat is dus de goedkoopste base icon ooit, Leeman. Oké, hoe we het gaan doen? Ik druk hem gewoon in. Jullie kunnen hem alvast bekijken. Als ze willen. Als ze willen, als je niet wil zien, hoor. Anders moet je gewoon alleen je ogen dicht doen en luisteren wat we zeggen. Dan kan je zelf ook nog een beetje meekijken. Maar we willen wel jullie de kans geven om alvast te kijken. Dan kunnen jullie alvast lopen te genieten als we iets slechts hebben. En dat wij heel blij gaan zoeken. Of als je niet wil horen, dus even je ogen dicht doen. En dan moet je gewoon naar ons luisteren. Luister goed naar ons. Dan drukken we hem nu maar gewoon in. Dan laten we hem gewoon uitlopen. En druk hem naar de club. Ben je er klaar voor? En die ook niet daar kijken. Nee, ik heb alles omhoog. Oké, ik druk hem nu in. Ik weet niet hoe lang het duurt, maar... Ja, we wachten gewoon een tijdje. Het is een walkout. Ik haat dit! Hoop. Oh, wat hoop.
JK. Nee. Je wordt gebeld. Gekke hennen. Je moet even wachten. Gekke hennen moet even wachten. Nou, hij zal nu wel zijn, denk ik. Ja, ik druk nu. Op ik, X. Ik doe het wel. Ik zie hem al. Ja, ik zie ook. Ik kan niet kijken. X en R2. Maar als je hem discard, ik trap je dood. Hè? X en R2, toch? Ja, als je niet per ongeluk met de rechter stick loopt te kutten. Ik druk nergens op. Dus. X, dan skip je de animatie. Ik druk nu op X. Gaan we even wachten. Pak die controle maar op voordat je rare dingen doet. En dan R2 inderdaad. En dan nog een keer X, geloof ik. Of niet? Nee. Als het goed is, moet hij nu weg zijn. Oké. Is hij weg? Ja. Oké. Ik moet even... Oké, we hebben echt niks gezien. Ik heb niks gezien. Ik ook echt. Als het goed is, moet hij in de club zitten. Jullie hebben het wel kunnen zien, want ja, waarschijnlijk is het in de video te zien. Maar als je dus niet hebt kunnen. Dan kan je nu weer kijken. Je kan nu weer kijken. Nu! Nu. Oké, dan gaan we naar mijn club. Wij gaan naar de club, spelers. Ja, maar... zoeken op icons. Maar ja, als we... ja, hij kan er dan tussen staan, toch? Nee. Als hij nu op mijn club drukt. Tuurlijk niet. Oh. Ja, kijk. Icons. Speciaal. En dan land. Nee, ja, nee, competitie icons. Oh ja. Maar speciaal. Nee, ook niet. Icon. Fuck. Eerst doen we Roemenië, denk ik. Ja, we hebben hier de lijst. Hagi. Nee, Mexico. Mexico. We kijken gewoon op de hoeveel ze waard zijn. Dat dan kan je zien welke wanneer. Schmeichel. Denemarken. Had je die al? Nee, ik had die Leeman. Die zijn even nu allebei 107k. Dus Denemarken. Een land. Denemarken. Zoek. Oh, geen Schmeichel. Duitsland is heel groot. Lidmanen. Italië is heel groot. Lidmanen. Finland. Finland. Oh. 1-2. Oh. Ja, andere. Engeland is ook heel nee, veel. Nee, dat is niet leuk. Japan. Hier, Nakata. Japan. Nakata. Klikken. Oh. Ja, we lopen wel blij te doen. Maar, Lauderop is ook niet, ja. Is ook Denemarken. Maar we lopen blij doen, maar een Engelse kan ook gewoon share zijn, hè? Die kans ja, heel groot. Is die andere landen? Roemenië. Oh. Oké, okay, nou, Yassine. Rusland. Nou. No! Giggs. Wales. Wales. En Nigeria. Ja. En Ierland. Oeh. Geen Wales. Geen Giggs. Nigeria. Oh, Kotja. 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 Nigeria. Gotcha. Oh, spannend. Nee, of niet? Gotcha. Gotcha. Zo, jij dat je nu erin knipt. Gotcha. 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 Dit is wel een goede super sub. Oprecht. Hier, 5 star, 4 star. Hij is wel 225k. Ja, ik weet niet eens of ik hier ontevreden mee ben. Alleen het ding is... Op. Nee, alleen het ding is... Kijk, corona is beter eigenlijk. Maar dat je dan niet, toch? Hè? Je had ook kotje dan niet, toch? Nee. Niet verkeerd nu. Maar ja, ik heb liever ook kotje dan bijvoorbeeld een Lineke of Paul Scholes. Dus ja... Gefeliciteerd ermee. Dat is veel plezier met Okotje. Katja. Nou goed mensen, dit was hem dus. Super. Ik weet niet of ik er blij mee moet zijn of niet eigenlijk. Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik er blij mee was. Kijk, als ik verder nog niks in mijn club had gehad en dat was mijn super sub, was het goed. Ik had hem wel kunnen gebruiken in plaats van Dembele's. Als ik hem had gehad. De volgende keer doen we eentje op mijn account. Ik kan hem voor Messi in vorm zetten. Dan krijg ik weer geld terug en dan heb ik... een goede speler halen. Dus het is niet goed. Binnenkort even eentje op mijn account. Ja, binnenkort doen we eentje op Johnny's account. Kom ik even dus hier like even als je dat sowieso wil zien met Johnny weer. Volg hem even. Volg hem even. Voor de 4000, dan doe ik hem. Bij de 4000 doe ik hem. Dat is een goeie. Echt de influencer dus. Oké, bij 4000 volgers gaat Johnny dus ook een base-like en SBC doen op dit kanaal. Dus like de video, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Boom! Gotcha. Gotcha.